Komend weekend begint dan toch nog het Formule 1 seizoen. Zou het natuurlijk in maart in Australië gebeuren, door de coronacrisis uitgesteld. Maar in Oostenrijk gaat het dan toch beginnen. En daarbij is Formule 1-watcher, volger Erik van Haren. Ja. Dat is bijzonder dat jij daarbij bent, toch? Ja, ik hoor dat jij er al heel veel zin in hebt. En, ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ja, we hebben toch, wat was het, je zegt Australië, dat was begin maart of halverwege maart. Daar was jij ook bij? Ja, toen is, werd het weekend eigenlijk op vrijdag vlak voor de eerste vrijtrainingen gecanceld. Maar we waren er natuurlijk al vanaf woensdag eigenlijk. En dan heb je toch 4 maanden moeten overbruggen. Ja. Maar nu zijn we er klaar voor en wij kunnen er gelukkig heen. Als, er zijn maar weinig media uitgenodigd, maar de Telegraaf is erbij. Dus, heel goed, heel zijn goed. We blij mee. Ja, we hebben natuurlijk veel te bespreken. Ook vooral over hoe staan de teams ervoor, et cetera. Maar ik wil wel even weten, hoe gaat het er nou uitzien dit weekend? Ja, je hebt daar al een formulier van. Ja, de FIA, de Autosportfederatie, heeft pas al een heel document van 74 pagina's uitgebracht met hoe ze terugkeren in de coronatijd. Nou, dat heb ik dan niet uitgeprint. Kijk, ik heb dit al bij me. Dat is natuurlijk ook wel een aardig pak papier. Hè? Dit is voor alle mensen die naar de Grand Prix gaan. Dat is een soort code of conduct, staat er. En daarnaast hebben we ook nog een bijgevoegd exemplaar voor alleen de Oostenrijkse Grand Prix. De 2 Grand Prix's die achter elkaar zijn. Hè? Daarna gaan we naar Hongarije. En het is een soort bubbel, dus je blijft in de landen waar je moet zijn. Ik mag niet terug naar Nederland. En ik mag dan naar Oostenrijk, Hongarije. En dan kan ik pas weer terug. Ja, ik kan wel eerder terug, maar dan kan ik niet weer terug naar het land van bestemming. Ja. De teams moeten allemaal in bubbels blijven. Dus die blijven allemaal bij elkaar. Die gaan met een chartervliegtuig die kant op. Nou, het voordeel is, in Oostenrijk heb je naast het circuit een vliegveld. Dus je kunt daar mooi landen. Die blijven allemaal in hun hotels. En die mogen pas bij echt, als het echt moet, het hotel weer uit. Blijven allemaal bij elkaar. Ja. Voor media is dan weer iets anders. Maar daar zal ik de kijker ook niet mee vermoeien. Nee. Maar wij hebben iets meer vrijheid. Maar het is echt, als je het allemaal leest, het is ook heel juridisch opgeschreven zoals dat dan moet. Het is natuurlijk allemaal overlegd met de autoriteiten. En als je dit allemaal leest, dan snap ik heel goed. Kijk, er zijn nu 8 races gepland voor dit seizoen. Maar dan snap ik hoe moeilijk het is om al een hele kalender te maken. Maar goed, we willen snel mee komen. En als je het bijvoorbeeld hebt over jouw werk daar als journalist, hoe gaat dat eruit zien? Want je hebt normaal natuurlijk die drukte daar waar iedereen zit te verdrinken. Ja, ik denk zeker aan het begin is het bijna surrealistisch. Want we beginnen in Oostenrijk en daar kennen we natuurlijk van de afgelopen jaren de plaatjes met al die oranje fans. Hè, meer dan 20.000 waren er vorig jaar. Dat is er nu allemaal niet. Hè? De paddock is normaal in Oostenrijk een feest. Je hebt enorme motorhomes, mensen met die heel veel geld hebben betaald. De Oranje Zee, 15.000, wat is het? De Nederlandse fans daar. Ja, dit kennen we allemaal en dat is er allemaal niet. Dus ook voor mij, het werk zal veel minder zijn. Het zal veel meer het mediacentrum zijn, veel minder in de paddock. Daar mogen we officieel niet eens komen. Ja, ik ben benieuwd hoe zich dat allemaal gaat uitkristalliseren. Maar het is allemaal anders. Al wil ik daar wel eens voordeel bij noemen. Formule 1 is denk ik bij uitstek een tv-sport. Je gaat daarheen voor, als je daarheen bent gegaan, veel mensen is het een unieke ervaring. En om daarbij te zijn, de hele sfeer. Alleen ik denk op tv dat je er niet zoveel van mist, dat het publiek er niet is. Het is meer als je daar bent, voor de coureurs is het anders. Ja. Veel minder verplichtingen ook. Alleen als je met voetbal bijvoorbeeld kijkt, daar mis je echt het geluid van het publiek. Dan kun je het wel met FIFA-geluidjes oplossen. Alleen ik denk met autosport is dat minder zo. Hè? En ze kunnen het mooi in beeld brengen, misschien zonder dat je de tribunes ziet. En dan, het gaat echt om die 20 auto's op de baan. En als je het over de teams zelf hebt, Albon die heeft op Silverstone nog afgelopen donderdag getraind. Ja, daar zijn ook allerlei maatregelen genomen. Hè? Ja, dat zag je goed. Hè? Mercedes liet ook al beelden zien met al die mondkapjes. Hè? Teams mogen ook maar met 80 man, nou, maar. Dus veel minder dan normaal is dat naar het circuit komen, hè, naar de race. Dan mogen 60 mensen, dat is altijd al zo, aan de auto werken. Alleen ja, je kan inderdaad, je ziet het hier, je kan moeilijk 1,5 meter afstand houden of 2 meter afstand houden in die garage. Dus ze doen het maar met mondkapjes. Dat zal een beetje het beeld zijn de komende weken. En mensen vragen zich misschien wel af van ja, waarom zien we Albon hier en Verstappen niet? Ja, dit is een filmdag. Hè. Red Bull gebruikt hier de 2e filmdag. Je mag er 2 doen in het jaar. En dan mag je maximaal 100 kilometer rijden. Dus dan heeft het eigenlijk al niet zoveel zin om met 2 coureurs daar te komen. En voor Verstappen had het geen zin. Albon was al in Engeland. En in Engeland zijn de maatregelen natuurlijk nog van die aard dat hij 2 weken in quarantaine had gemoeten. Okay. Dus dat heeft geen zin. Mercedes heeft bijvoorbeeld een oude auto uit 2018, meen ik, getest. Daar mag je wel zoveel mogelijk rijden als je wil. Dus die waren er wel met Bottas en Hamilton. Alleen voor Verstappen en voor meerdere coureurs is het eind februari, de laatste testdag in Barcelona, de laatste keer geweest dat hij in die RB16 heeft gezeten. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe staat Max ervoor? Oostenrijk is natuurlijk wel voor hem een hele prettige Laatste 2 jaar gewonnen. Precies. Maar hoe heb je daar enige inschatting in hoe hij zich bijvoorbeeld tot Hamilton verhoudt? Normaal is het na de testdagen al gissen, hè, want niemand laat daar de achterste van zijn tong zien. Mercedes leek de favoriet, ik blijf daarbij. En dat Red Bull erachter zit, korter dan de afgelopen jaren, dat moet ook wel.
Maar waarom zeg ik het is nu nog meer gisteren dan normaal? Ze rijden nu niet met dezelfde auto als waarmee ze in Australië hadden gereden. Want de teams hebben in de winter al vooruitgewerkt. Nog voordat de fabrieken dichtgingen. En in de winter nog veel getest. Normaal nemen ze upgrades mee op de auto in de eerste Europese Grand Prix. Dat zou dus Zandvoort geweest zijn. Nou, dat ging natuurlijk allemaal niet door. En dan heb je ook nog vorig jaar Red Bull in Oostenrijk. Ging die auto in één keer als een speer. Door een upgrade met name aan de vleugel. Ja, die nemen ze, nu nemen ze weer upgrades mee. Dus eigenlijk heb je een tweetrapsraket waar veel teams mee komen. Dus het is echt nog gissen. Maar als je me nu vraagt, is er eigenlijk geen reden om te veronderstellen dat Mercedes niet de favoriet is. Dat zegt ook iedereen. Alleen vorig jaar had Mercedes wel heel veel problemen in Oostenrijk. Hè. De races ervoor allemaal gewonnen. Met die koelings, met de koeling. Hè. Door de warmte toen. Het wordt nu wel iets minder warm. Alleen ja, ik neem aan dat ze dat toch wel hebben opgelost. Dus het wordt denk ik een hele mooie strijd tussen Mercedes en Red Bull. En ik hoop dat we dat het hele jaar gaan zien. Dat het echt een strijd wordt tussen Hamilton en Verstappen. Ja, zometeen nog even meer over Hamilton. Maar als we het over Ferrari hebben. Ja, zij zaten natuurlijk met hun fabriek in het epicentrum van de corona-uitbraak in Europa. We hebben natuurlijk het nieuws gehad met Vettel die na dit seizoen stopt bij Ferrari. Heb je enig idee hoe zij er nu voor staan? Nee, maar ik denk dat niemand dat weet. In de testdagen in Barcelona zagen ze niet heel goed uit. Toen was eigenlijk iedereen het wel over eens. Mercedes 1, Red Bull daar kort achter en dan even niets en dan Ferrari. Alleen vorig jaar aan de andere kant was Ferrari de grote winnaar van de wintertest. En toen waren ze ook het hele jaar nergens, of in ieder geval lange tijd. Nog natuurlijk veel te doen om die motor. Ja, nu natuurlijk zeggen ze nu, we hebben nu alweer 30 pk erbij en dat hoort er natuurlijk bij. En Christian Horner van Red Bull zegt weer, we hebben de beste auto sinds het hybride tijdperk is begonnen. Hoort er natuurlijk allemaal bij. Je kan nu moeilijk zeggen, het wordt niks. Nee. Maar dat wordt echt heel interessant. En de Red Bull ring, normaal gesproken, is dat niet echt een Ferrari-baan. Dus ja, ik denk niet dat de verwachtingen in Italië heel hoog gespannen zijn. Ontzettend benieuwd. In ieder geval, als we het nog even over Hamilton hebben. We hadden ook een mooi overzicht in de kranten vandaag. Ja, hij kan wel historie gaan schrijven, gek genoeg, in dit korte andere coronaseizoen. Ja, staat op 6 wereldtitels, Schumacher op 7, dus die kan die evenaren. Dat zal natuurlijk een enorm doel voor hem zijn. Als je hem zelf vraagt, zegt hij van nou, ik heb eigenlijk alles al bereikt. Ik wil andere doelen ook in de maatschappij bereiken. Alleen elke sportman zou dat willen. Hij heeft zijn contract ook nog steeds niet verlengd. Ik zou zoiets hebben van als je het nog leuk vindt. Stel, je wordt dit jaar voor de 7e keer wereldkampioen. Dan wil je ook nog een keer voor de 8e keer proberen. Dus het wordt nog heel interessant om te zien hoe dat allemaal gaat. Bij Mercedes is er veel aan de hand. Maar ja, 7 keer, dat zal voorlopig voor Mercedes en voor Hamilton het allergrootste doel zijn. En jij hebt Max natuurlijk vaak gesproken ook nog. Maar hoe zit hij er nu in? Ook in een eventuele tweestrijd met Hamilton? Nou ja, daar is, als je hem dat vraagt, dan is het altijd. Hij heeft ook geen idolen, hij kijkt er helemaal niet naar. Ik denk dat hij diep van binnen weet, of niet eens diep van binnen. Hij weet gewoon, als ik hetzelfde materiaal heb, of vergelijkbaar met materiaal dan Hamilton, dan win ik. Hij is sowieso niet bang voor Hamilton. En dan kun je zeggen, nou, wat respectloos. Het is wel een man met 6 wereldtitels. Maar zo moet je als sporter denken. Je moet niet bang zijn voor iemand anders. En hij weet, en dat weet Jos Verstappen zijn vader ook. En dat weet Hamilton zelf ook. Dat zal hij nooit uitspreken. Hamilton is voor weinig coureurs op deze grid is hij bang als hij ze in de spiegel ziet. Maar als Verstappen achter hem zit, dan gaat hij toch wel iets harder zweten dan hij al doet. Dus laten we echt hopen dat we hebben die duels wel eens gezien. Maar dan ging het nooit om de wereldtitel. Omdat Mercedes gewoon over het hele jaar we zien veel beter was. Laten we hopen dat dat dit jaar wel gaat gebeuren. En als we het over de kalender hebben, want je zei al even 2 keer Oostenrijk. Hoe ziet het er voor de mensen die het niet helemaal op een netwis hebben uit voor de rest van het seizoen? 2 keer Oostenrijk en dan Hongarije. Dan een weekje niks. Dan 2 keer Engeland en Spanje. Een weekje niks. En dan België en Italië achter elkaar. Mm. Die waren al gepland. En je krijgt nu steeds meer verhalen van misschien gaan we naar Mugello, Imola, Portugal misschien wel. Want ja, het wordt steeds lastiger om nog even naar een ander werelddeal te vliegen. Dat zal op een gegeven moment en wel Zandvoort? Gebeuren. Zandvoort gaat dit jaar niet gebeuren. Maar volgend jaar, en ik denk dat iedereen daar wel blij mee is. Want ja, een Zandvoort zonder publiek, dat was ook niet echt, was ook niet echt geweest. We moeten nog even 1 ding bespreken. Hamilton, ja, er is natuurlijk wel veel reuring geweest rondom Formule 1. Hij heeft zich heel ferm uitgesproken tegen racisme. Hij heeft ook in Londen op Hyde Park meegedemonstreerd. Ja. Zien we hier nog ook de beelden van. Ja. Wel opmerkelijk, want hij heeft het eigenlijk aan de stok gehad, zou je kunnen zeggen, met Ecclestone. Met Helmut Marko heeft hij toch wat gehad. Hoe zit dat? Nou ja, allereerst, ik denk dat het geweldig is. Hij heeft bijna 17, 18 miljoen volgers op Instagram. En het is wel, denk ik, goed als zo'n iemand, zo'n icoon van de sport, zich zo uitspreekt. Hè? Dat je bereikt toch een andere doelgroep dan bijvoorbeeld de kranten of de mainstream media. Dus dat doet hij goed. En ik vind wel.
Het is ook gemeend, dat kan niet anders, want hij heeft het ook voor dit tijdperk, laat het zo even zeggen, gedaan. Zo iemand die heel maatschappelijk betrokken is. Ik moet er wel bij zeggen, kijk, het begon een beetje met dat hij een beetje zei van dat andere Formule 1 coureurs stilbleven, hè, dat hij die dat verweet. En toen zag je daarna in één keer een paar coureurs, onder andere Leclerc, Russell, Norris volgens mij, die dan ook iets gingen posten. Dan denk ik, ja, sporters, dat is geweldig als ze het doen. Alleen het moet niet als een verplichting gezien worden. Hè? Kijk, het zijn blijven sporters. Maar dat hij het doet is goed. Helmut Marko bijvoorbeeld, ja, die beschuldigt hij. Dat blijkt dan een fake quote te zijn waar hij... Ja, die zou dan gezegd hebben van... Hamilton is met allerlei randzaken bezig. Of noem het geen randzaken natuurlijk, belangrijk. Maar Max wellicht, die zou zich dan alleen op de race concentreren. Ja. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Nee, dat heeft hij niet nooit gezegd. Alleen dan is het... Prima dat snel uit de wereld is. Alleen dan vind ik wel dat Hamilton dan zelf ook even publiek moet zeggen van... sorry jongens, ik had het niet moeten zeggen. Blijkt niet waar te zijn. Maar heeft hij ook niet gedaan. Nu met Ecclestone, ja, die... Die zou gezegd hebben, zwarte mensen zijn eigenlijk, of die heeft gezegd, hè, die zijn eigenlijk racistischer dan witte mensen. Ja, en dan snap ik heel goed dat Hamilton daar boos over is. Hè, de oude Formule 1-baas, zelfs Formule 1 heeft daar weer een statement over gegeven dat Ecclestone geen functie meer heeft. Maar ja, slaat Ecclestone weer terug met, door te zeggen dat Chase Carey, dat zelfs een autoverkoper beter de Formule 1 zou leiden dan Chase Carey nu doet. Ja, allemaal leuk en aardig, maar ik denk dat dit soort berichten dat we daardoor juist blij mogen zijn dat we komend weekend weer gaan precies. Racen. En gaat Formule 1 wel nog een soort krachtig signaal afgeven? Ja, komend weekend rijden alle auto's met een regenboog, waar dan ook op hun auto, hè, om te laten zien dat ze voor diversiteit zijn, dat ze ook de mensen in de wereld een steuntje in de rug willen geven. En er komt ook een fonds, dat was nog allemaal een beetje vaag, maar om meer gelijkheid in de Formule 1 te bewerkstelligen. Chase Carey, net al genoemd, die gooit er $1 miljoen van zichzelf in. Het is denk ik allemaal te prijzen, het is denk ik allemaal goed voor de sport, alleen merk ik wel om me heen dat... Het is allemaal hartstikke mooi. We willen gewoon racen. Iedereen wil gewoon... Hey, en dan doe ik gewoon sporten. Het tromgeroffel weer. Daar komt-ie, de glazen bol. Ja. Ik was wel bang voor, ja. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Maar ik goed. Zou het, ja, eigenlijk iedereen die nu zegt van dit en dit gaat het worden, die zegt het uit zijn duim. Maar ja, goed, daarvoor staan we hier. ik zeg Hamilton 1, Verstappen 2, Bottas 3. Toch maar wel, oké. Okay. Ja. Erik, heel veel succes en plezier en we spreken elkaar. Dank je wel.